en welkom weer in deze nieuwe vlog. Inmiddels is het zaterdag, de zaterdag voor Pasen. En dat betekent dat ik nog maar 1 weekje hoef te werken. Dus ik hoef eigenlijk volgende week nog maar 3 dagen te werken. En dan ga ik met zwangerschapsverlof. Tevens is de babykamer nu ook echt af en schoon en opgeruimd. Dus die ga ik jullie even laten zien. Nou, en dit is dus de babykamer. De kleur op de muur hebben we echt heel lang over getwijfeld. Want ja, je wilt een beetje unisex hebben. Dus ik weet nog wel dat we die kleur op de muur echt al een week 13 erop hadden. Maar meer van, ja, is het mooi of is het niet mooi? De vloer die lag er al in de kamer. Daar hebben we dus eigenlijk gewoon niks aan veranderd. Deze kast die komt van de IKEA en die hebben we zelf samengesteld. Kan jullie het laten zien. Er hangen inmiddels weer wat kleertjes in. Natuurlijk allemaal unisex, omdat wij nog steeds niet willen weten wat het wordt. Dit zijn trouwens kleertjes bijna volgens mij in 3 maten. Dan kun je ook wel een beetje zien qua verschil. Bijvoorbeeld hier en hier. Maar ik denk, ja, anders blijf je aan het heen en weer sjouwen en slepen en wisselen. Bovenin liggen heel veel hydrofiele doeken. En we hebben ervoor gekozen om hier onderin planken te doen. Dus daar ligt nou ja, van alles voor mij. Maar ook voor de kleine qua beddengoed, et cetera. We hebben heel veel trouwens tweedehands gekregen of gekocht. Ook grotendeels via Vinted. Moet ik wel zeggen, als ik via Vinted bestel, bestel ik wel kleding wat heel goed is. Want anders heb je snel dat het gaat pillen of dat er vlekken in zitten of beschadigingen. Dus dit is verder eigenlijk allemaal, nou ja, zo goed als nieuw. De beer die op de kast staat is van mijn open oma. Dan die hebben we eigenlijk van mijn open oma gekregen. Die stond daar eerder altijd op de logeerkamer. En zoals je ziet hebben we ook een babyfoon met camera. Zelfs 2 camera's. Daar staat 1 camera. En de andere camera die ligt ergens. Maar hier, ja, het is tweedehands. Dus dat ding is wel wat vergild. Het schermpje was kapot. Maar die heeft dus Rob vervangen. En zodoende hebben we redelijk goedkoop een nou, goede babyfoon. Hier staan de onderstellen voor de maxicosis. Wij hebben ervoor gekozen om er 2 onderstellen te doen. Voor in allebei de auto's. Omdat je anders aan het heen en weer slepen blijft. En dan, nou ja, zul je net zien dat ik een keer weg wil met de kleine. En dat het ding nog bij Rob in de auto staat. Dus dat is niet heel handig. Dus wij dachten we kopen 2. Tevens hebben we ook een spiegeltje voor achter in de auto gekocht. Voor op de stoel. Dat we de kleine kunnen zien. En we hebben nog via Marktplaats, via Baby Björn, een ja, draagzak gekocht. Tevens staat de Maxi Cozy sinds afgelopen week klaar. We hebben nog wel een zonnehoes erbij gekocht. Of in ieder geval een hoes. Omdat het natuurlijk wordt geboren, gaan we vanuit in mei. Tevens wat leuke knuffeltjes. Die hebben we trouwens van mijn zusje en haar vriend gekregen. En een dekentje voor als het toch wat kouder is. Of als het babytje niet goed op temperatuur blijft. Het werk boven het bedje zo. En die heeft mijn oma geborduurd. En die heb ik gekregen ooit bij mijn geboorte. En die vonden we dus nu al heel mooi hierbij passen. Dus ja, die heeft ook wel een heel mooi plekje gekregen in de babykamer. We wilden niet te veel aan de muur. Zoals je ziet wel een paar plankjes aan de muur. Maar we wilden het gewoon rustig houden. Dus daar past deze heel goed bij. Er hangt dus een plankje met een kistje. En dat gebruiken we nu even voor nood even als spaarpotje voor de kleine. Nou, hier staat een stoel met nog wat zooi erop. Maar in ieder geval een mooie stoel. Dat je een beetje naar buiten kan kijken. Maar ook nou ja, dat je er kan voeden 's nachts. Dit lampje komt volgens mij bij de kruidvat vandaan. En die doet 1 soort licht. Maar die heeft ook een functie dat hij verschillende kleuren kan doen. Dat is ook wel mooi. De ramenkleding is trouwens een rolgordijn van de Jisk. Die hadden we eigenlijk al sinds we hier gingen wonen. En die past nu heel mooi in de kamer. En het gordijn, volgens mij komt die van de Quantum. En die hebben we door iemand op maat laten maken, want die was veel te lang. Even kijken, kleertjes heb ik al wat opgehangen, maar het is gewoon meer voor de leuk. Wat boekjes, ja, sommige gekregen, sommige zijn nog van mij van vroeger. Dus dat is ook wel super leuk. Hier hangt qua hout iets met dieren, die heb ik bij de Hema vandaan.
Anders vond ik dit zo'n beetje zo'n dood hoekje. Nou, hier staat de doos van de zorgverzekering en de luiemmer. Hieronder in de commode verschillende mandjes met onder andere luiers, rompetjes, doeken, nog leesboekjes en nou ja, de crampjes, de ditjes en datjes. Die mandjes komen trouwens bij de Jisk vandaan. Daar hebben we heel lang naar gezocht, want heel veel mandjes zijn heel groot en anders zijn we heel klein. Dus zoek maar eens in een IKEA commodekast mandjes, dat is echt super lastig. Nou, het aankleedkussenhoes komt volgens mij van de Vibra. Die vond ik wel leuk en unisex. En verder, ja, die groene tint wat op de muur zit, dus is ook wel wat teruggekomen in de accessoires. Dus zodoende even heel kort en vluchtig de babykamer. De vluchttas staat inmiddels zo goed als klaar. Er missen nog een paar dingetjes, maar die, nou, dat komt nog wel, zeg maar. En de babytas staat ook klaar, of in ieder geval met de babykleertjes. Dus eigenlijk zijn wij er wel zo goed als klaar voor. Morgen ben ik precies 35 weken zwanger, volgens mij. Dus het aftellen is begonnen. Trouwens, wat nog leuk is om te vertellen, dat het bedje dus ook van IKEA is. Dus eigenlijk hebben we alle meubeltjes van IKEA. De stoel hebben we via Marktplaats gekocht. Ja, we wilden ook wel nieuw een stoel kopen, maar we kwamen deze eigenlijk per toeval tegen. En dat was eigenlijk een koopje. En dat kwam ook nog uit een rookvrij en diefvrij huis. Dus daar waren we al helemaal blij mee. En het bedje is van de IKEA en het is een meegroeibedje. Dus die kun je later ook, nou ja, lager zetten en deze stang, voor zijn stang kan eruit. Dus dan heb je ook nog, nou ja, als de kleine later groter is en het zelf in bed kan stappen, heb je die optie nog, die overgang naar echt een groot bed. Dit is nog zo'n matrasje, zo'n AeroSleep matrasje. Voor als het wel op de buik gaat slapen, die hebben we gekregen. En nou ja, die mochten we nu nog niet van de kraamzorg erin leggen. Maar wie weet komt die straks nog goed van pas als de kleine wat ouder is. En ik dacht, ik laat jullie onze paastakken ook nog even zien. Er komt trouwens nu pas een beetje, nou ja, bloei in. Of, nou ja, in ieder geval groene stukjes. Dus ik denk dat ik ze ook nog laat staan na paas. En alleen dan haal ik de paaseitjes eruit. De paaseitjes die komen van de Hema. Verschillende kleuren. En we hadden ook wel paaseitjes nog liggen van vorig jaar. Alleen die zijn weer wat groter en ik vond dat in deze stakken niet zo mooi. Dus nou ja, dit staat inmiddels al 2 weekjes en dit weekend is het paas, dus na dit weekend gaat het ook weg. Nou, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende keer.